Hoe groot is God? Hoogverheven in macht. Majestueus boven alles wat bestaat. Hij schiep alles door zijn woord. De hemelen vertellen over zijn grootheid. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Alles wat God maakte was goed. Alles liet zijn grootheid, goedheid en macht zien. God schiep alle verschillende plantensoorten en alle verschillende diersoorten. Toen vormde hij de eerste mens uit het stof. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten en gaf hem leven. De eerste mens werd Adam genoemd. Toen nam God een van Adams ribben weg en vormde daaruit een vrouw om Adams vrouw en metgezel te worden. Zij werd Eva genoemd. God schiep de man en de vrouw als zijn evenbeeld. Daardoor konden ze van een intieme omgang met hem genieten. Ze leefden gelukkig in zijn tegenwoordigheid, in een prachtige tuin, speciaal voor hen Eden genaamd. Er was geen lijden en geen dood. God zei tegen Adam, je mag de vruchten van alle bomen eten, behalve van één. Als je de vrucht van die boom eet, zul je sterven. Maar op een dag verleidde de duivel Eva. Ze plukte de vrucht en at ervan. En haar man at er ook van. Ze deed dit omdat ze de duivel geloofde in plaats van God. Daardoor kwam er een breuk in hun relatie met God. Want God is heilig. En zondaars kunnen niet in zijn tegenwoordigheid leven. God moest Adam en Eva verbannen uit de tuin van Eden. Door hun ongehoorzaamheid was er pijn en dood in de wereld gekomen, waar Adam en Eva en al hun nakomelingen onder zouden lijden. God, zo vol van liefde, wilde die intieme omgang tussen hem en Adam en Eva en hun nakomelingen herstellen. Opdat ze weer zouden kunnen leven met hem in zijn koninkrijk voor altijd. In zijn woord maakt God zijn plan duidelijk om de mensen te redden van de straf die ze verdienen. Om de zonde en de schande te verwijderen en hen terug te brengen in die speciale relatie met hemzelf. God maakte een deel van het plan bekend aan de profeet Abraham. Abraham vertrouwde God en vereerde hem. God beloofde hem te zegenen en door hem de mensen van alle volken te zegenen. Hij beloofde hem veel nakomelingen, zoveel als er zandkorrels aan het strand van de zee zijn en sterren aan de hemel. Abraham vertrouwde God. Daarom rekende God Abraham tot een van zijn rechtvaardige dienaren en noemde hij hem vriend van God. Op een dag beproefde God Abraham om te zien of hij hem echt vertrouwde en zijn opdrachten zou gehoorzamen. Hij zei, Abraham, neem je zoon en offer hem. Abraham wist dat God had beloofd hem door deze zoon, zijn enige en geliefde, veel nakomelingen te geven. Toch vertrouwde hij God en gehoorzaamde hem. Daarom bereidde hij alles voor om zijn zoon te doden en als een offer aan God te geven. Abraham hief zijn mes omhoog, maar God zei, Abraham, doe de jongen geen kwaad. Nu weet ik dat je ontzag voor mij hebt en mij wilt gehoorzamen. Toen zag Abraham vlakbij een ram die met zijn horens verward zat in de struiken. God had voorzien in de ram. Abraham nam het dier en offerde dat aan God in plaats van zijn zoon. Toen God in zijn liefde en genade voorzag in een ram dat als offer stierf in plaats van Abrahams zoon, liet hij Abraham zien hoe groot zijn liefde voor de mensen is. Zijn liefde kun je vergelijken met de liefde van een goede vader voor zijn zoon. Door deze gebeurtenis liet God zien dat hij zou voorzien in een offer voor de mensen. God vol liefde openbaarde in zijn woord in de profeten dat hij een persoon zonder zonde zou sturen om te sterven in plaats van Adams nakomelingen.
Zijn bloed zou hun zonde wegwassen. Door dit grote offer zou hij de weg openen voor alle die in hem geloven om voor altijd in vrede met God te leven. De profeten noemen deze persoon de Messias. Ze zeiden dat God de Messias stuurt om de mensen te redden en dat hij voor altijd als hun koning zal regeren in Gods naam. Honderden jaren voordat hij kwam, vertelden de profeten wat de Messias zou doen en wat er met hem zou gebeuren. De profeet David zei dat God tegen de Messias zou zeggen: "Jij bent mijn zoon." De profeten bedoelden niet zoon uit een biologische vader, God verhoede dat, want Gods woord zegt dat hij het eeuwige woord van God is. God stuurde hem. Hij werd geboren uit de maagd Maria als een mens. De profeten gebruikten de titel zoon van God om de intieme relatie van de Messias met God te omschrijven en zijn taak als redder en koning. De profeet zei: "Een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren." De profeten schreven ook dat de Messias zou worden geboren in Bethlehem en dat hij als hun koning op een ezel Jeruzalem zou binnenrijden. Ze schreven ook dat een goede vriend hem zou verraden voor 30 stukken zilver. De profeten zeiden dat de Messias zijn leven zou offeren, maar dat God hem uit de dood zou opwekken op de derde dag. De profeten noemden de Messias mensenzoon en zeiden dat hij terug zou keren naar God in de hemel en dat God hem macht zou geven over alle volken voor eeuwig. Tweeduizend jaar geleden werd er een mens op deze wereld geboren. Zijn naam was Jezus. Toen de mensen de dingen zagen die hij deed, vroegen ze zich af: is hij de Messias? Komt het leven van Jezus overeen met wat de profeten hebben voorzegd over de Messias? Deze film laat zien wie Jezus is en vertelt iets over de dingen die hij zei en deed, zoals het geschreven is in Gods woord. In deze film speelt een acteur de rol van Jezus. Geen enkel mens is het waard om de rol van Jezus te spelen, maar deze film is gemaakt om mensen over het leven van Jezus te vertellen, zodat zij de zegeningen kunnen ontvangen die God heeft beloofd.